Een dikke zilveren munt. 87. Een nog dikkere zilveren munt. 93. Een zilveren munt. 90. Een zilveren munt. 76. Een zilveren munt. 26. Wat probeerde ik nou eigenlijk te zeggen? Is dat VDI verschilt. Ja, dat is nogal logisch. VDI verschilt. Dat zie je overal. Het gebeurt best wel heel vaak dat je op Facebook vragen ziet over VDI. Mensen willen graag een lijstje hebben welke VDI bij welk soort materiaal hoort. Of dat welk VDI bij welke vondst hoort. Eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Het is een combinatie van factoren die jou doet beslissen om iets te gaan graven. En VDI is een onderdeel van die factoren. Het is de melk in je koffie. Meer niet. Alleen koffiemelk is geen vreten. Maar als je koffiemelk door de juiste koffie doet en je doet er precies genoeg door, dan is jouw koffie heerlijk. Wat ik nou wilde zeggen is, ik pakte een stuk of 4-5 zilveren munten. Een hele kleine. Of een hele grote. Of één ertussenin. Maakt niets uit. Het zijn alle drie zilveren munten. Dus je kan niet zeggen van hij kwam op die VDI binnen. Dus voortaan ga ik alles op die VDI graven. Want dat zal een zilveren munt zijn. Zo werkt het niet. Zo simpel is het niet. Waar is die VDI dan wel heel erg goed voor? Nou, die VDI geeft jou in combinatie van andere factoren een idee. Die VDI geeft jou slechts een indicatie. En als die bijvoorbeeld beneden de 15 ligt of boven de 95 ligt, dan weet je al dat dat waarschijnlijk ijzer is. Als je bijvoorbeeld alle duitjes vindt ergens tussen de 50 en de 60, dan weet je dus dat als je ergens tussen de 50 en de 60 hebt, in combinatie met een kort toontje, in combinatie met een bepaalde diepte voorspelling en een locatie, kan je de voorspelling maken dat het bijvoorbeeld een duitje zou zijn. Maar je bent het nooit helemaal zeker, want het kan ook een ander dingetje zijn wat ongeveer die. Het is gewoon een heel moeilijk verhaal, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, sta je niet blind op alleen VDI. Sta je niet blind op alleen VDI. Zorg dat je weet wat jouw metaaldetector doet. Leer jouw metaaldetector. Leer de tonen. Leer de VDI. Leer de combinatie van die twee. En ga daarmee aan de slag. Een ander kan jou nooit vertellen welke VDI's iets is. Is er dan een uitzondering op de regel? Jazeker. Als je bijvoorbeeld op het strand loopt, of je loopt bijvoorbeeld op een speelterrein of op recreatie, dan zul je merken dat 50 centjes, 2 euro's, euro's, 10 centjes, dat die wel een vaste waarde hebben. Hoe kan dat? Nou, die liggen min of meer altijd een beetje op dezelfde diepte op recreatie. De een wat dieper is de ander, maar ongeveer in diezelfde laag. En heeft een constante waarde, omdat het exact dezelfde munten zijn. De samenstelling is exact hetzelfde. De munt is altijd exact even groot. Het ligt ongeveer op dezelfde diepte meest. Dus dan kan je ervan uitgaan dat je die VDI's wel kan aannemen. Alsnog zou ik je er niet op blind staren, want als er twee muntjes op elkaar liggen, dan verschommelt die VDI ook. Dus het is toch altijd nog weer een indicatie. En meer niet. Ga dan ook niet uit van de VDI's, maar ga uit van je eigen kracht. Ga uit van je gevoel. Ga uit van de kennis die jij hebt opgedaan met jouw detector. Zorg dat je weet welke instellingen je moet gebruiken. Dus niet de instellingen van een ander overnemen, maar zorg dat je weet wat die instellingen doen. Zorg dat je weet dat als die instellingen niet werken, dat je iets kan veranderen. Zorg dat je de sensitivity begrijpt.
Want het is niet zo dat als je de sensitivity heel hoog zet, dat je altijd goed zoekt. Sensitivity heeft niet alleen maar met de kracht te maken. Zorg dat je je discriminatie goed in orde hebt. Je zag maar weer, dit hele kleine muntje kwam mooi heel laag uit. Heel laag. Dit kleine muntje kwam ergens rond de 20 uit bij de Quest. Bijna 30. Dat houdt dus in dat als jij altijd denkt dat in de 20 maar rommel is, zal je nooit deze muntjes gaan opgraven. Gaat je niet lukken. En dat is het geheim. Het grote geheim van VDI. Het is een indicatie die jou tipjes van de sluier geeft. Het is een indicatie die jou kan zeggen van oké, als het hoog in de 80 is, maar het is kort, dan is het waarschijnlijk niet zo'n stuk ijzer, want dan had het een heel lang geluid geweest. Maar als het een hoog in de 90 is, of hoog in de 80 is, en het is een kort geluid, een scherp kort geluid, kan het een stukje blik zijn, maar ook een dik zilveren plak. Dat heeft alles met VDI te maken. Tipje van Ruud. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.